Gaat uw gang. Meneer de president, leden van de rechtbank, meneer en mevrouw de officier. Al meer dan 11 jaar leef ik onder doodsbedreigingen. Elke dag word ik daaraan herinnerd. Ook vandaag. Ik werd vanmorgen hierheen gereden in een konvooi, gepantserde wagens met sirene, zwaailichten, omringd door persoonsbeveiligers. En niet alleen vandaag, maar iedere dag. En op diezelfde manier word ik dadelijk ook, na mijn laatste woord, naar huis gebracht. En mijn huis, mijn thuis, is een safehouse. En mijn kantoor is een geblindeerde kamer. En als ik terecht sta, dan is dat hier in een bunker op Schiphol. En al meer dan 11 jaar betaal ik een zware prijs. En ik denk dat u net zo goed als ik weet waarom. Ik betaal die prijs om dezelfde reden als waarom ik voor de tweede keer hier in het beklaagde bankje sta. Omdat ik kritiek durf te hebben op de islam en het Marokkanenprobleem benoem. Vrijheid is de macht die we hebben over onszelf. Dat zei de grote Nederlandse rechtsgeleerde Hugo de Groot. Zijn standbeeld staat voor de ingang van de Hoge Raad in Den Haag. En Hugo de Groot is toch een beetje het symbool van het Nederlandse recht. Maar ooit stond hij zelf terecht. Hij werd tot levenslang veroordeeld omdat hij aan de kant van Oldenbarneveld streed voor onze Nederlandse vrijheden. Maar hij ontsnapte in een kist en hij vluchtte naar Antwerpen. En soms wens ik wel eens dat ik zelf zou kunnen ontsnappen. Maar ik weet dat dat niet kan. Ik zou er een prijs voor moeten betalen die ik niet wil betalen. Ik zou moeten zwijgen. En dat kan ik niet. Dat wil ik niet en dat zal ik ook niet. De vrijheid van meningsuiting is de enige vrijheid die ik nog heb. En vergeeft u mij, maar die geef ik nooit op. Hier sta ik dus, vandaag opnieuw. En ik vind het, eerlijk gezegd, een schande dat ik hier moet staan. En miljoenen mensen in het binnenland en het buitenland vinden dat ook een grove schande. En ik verlang van u als rechtbank geen medelijden. Maar nu ik hier toch moet staan, tegen mijn zin, verlang ik van u waar ik recht op heb. En dat is een eerlijk proces. Ik vraag een vrouwe justitia met een blinddoek. Maar ik vrees dat ik die niet zal krijgen. Met de aangiftes, de heer Knops heeft er al uitgebreid over betoogd, met de aangiftes van meer dan de helft van de aangevers die gehoord werden, blijkt wat mis te zijn. Mensen dachten dat ze geen aangifte deden, maar een stem uitbrachten bij verkiezingen. Of ze kenden mijn naam niet eens. Of ze konden niet lezen en herkenden hun eigen handtekening niet. Of ze zeiden zich helemaal niet gediscrimineerd te voelen, hoewel dat in hun aangifte staat. Ik hoop dat u nooit ten onrechte van iets beschuldigd wordt waarvan blijkt dat het niet zo is. Of ze werden geholpen door moskeeën of politici van de Partij van de Arbeid. Of ze kregen te horen van de politie nota bene dat ook de politie de uitspraken van die Wilders, van mij dus, niet zo prettig vond. Of ze kregen van het moskeebestuur te horen dat ze het formulier moesten komen invullen dat de politie langs had gebracht. Meneer de president, leden van de rechtbank, hier is sprake van misleiding, beïnvloeding, intimidatie, onkunde, ja zelfs zwendel. En dat is ongelooflijk. En dat de officier van justitie net zei dat dit, en ik citeer, niks is om wakker van te liggen, is natuurlijk een godsbe. Voor u staat een politicus. En hij wordt aangeklaagd omdat hij een politieke opinie heeft verkondigd. Waarom heb ik gesproken over minder Marokkanen? Het eerlijke antwoord is
omdat ik minder Marokkanen in Nederland wil. We hebben in Nederland een gigantisch Marokkanenprobleem. En het is mijn taak als democratisch gekozen volksvertegenwoordiger om die problemen ook eerlijk te benoemen. Hoe en waarom ik minder Marokkanen wil bereiken, staat nota bene al sinds 2006, letterlijk bijna, in het verkiezingsprogramma van de PVV. We willen de zogenaamde drietrapsraket, een immigratiestop invoeren voor niet-westerse immigranten en dus ook voor Marokkanen. We willen vrijwillige remigratie bevorderen, daar is zelfs een wet voor. En we willen criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en Nederland uitzetten. En ook dat geldt voor Marokkanen. En ik heb dat, meneer de president, voor, tijdens en na de gevraagde verkiezingsavond, maar ook die week daarvoor op de markt, voor verschillende camera's en microfoons ook herhaaldelijk toegelicht. Ik heb niet gezegd, alle Marokkanen het land uit, of alle Marokkanen deugen niet. Maar ik heb gesproken over minder Marokkanen. Want dat vind ik, dat wil ik, en met mij miljoenen Nederlanders. Het Openbaar Ministerie probeert mij nu te pakken, maar is selectief aan het shoppen. Als ik zou hebben gesproken over minder Syriërs, dan had ik hier vandaag waarschijnlijk niet gestaan. Of ik zou hier niet alleen staan, maar samen met premier Rutte en bijna alle andere regeringsleiders van Europa. Want allemaal zetten ze vandaag in op minder Syriërs. Het Openbaar Ministerie meet dus met twee maten. En daar zijn ook nog vele andere voorbeelden van. Want hoe stil was het, meneer de president, leden van de rechtbank, hoe stil was het toen politici van de Partij van de Arbeid eerder spraken, en ik citeer, over kut-Marokkanen, de heer Oudkerk, over het vernederen van Marokkanen, de heer Spekman, over Marokkaanse jongens die een etnisch monopolie op overlast hebben, de heer Samson. Waarom zijn zij niet vervolgd? En hoe stil was het toen een Turks Kamerlid, de heer Öztürk, mij vergeleek met een tumor en zei, en ik citeer, je moet hem bestrijden, en mij met Hitler vergeleek. Waar waren toen de burgemeesters om er schande van te spreken en waarom gingen ze toen niet voorop in een stoet om aangifte te doen? En waar was de persvoorlichter van het Openbaar Ministerie toen een lokale Partij van de Arbeid voorzitter, de heer Den Hertog, zei dat hij hoopt dat ik sterf aan een hartinval, maar als er dan toch een kogel aan te pas komt, dat die dan op zijn minst groot genoeg is om er van het dankbare Nederlandse volk op te graveren. En waar was de verontwaardiging van de minister-president, meneer Rutte, toen een lid van D66, de heer Mohammed, een paar weken geleden nog maar zei dat hij een kogel door mijn kop zou schieten en mij open zou snijden en aan de varkens zou voeren. Mijn soortgenoten immers, zei deze D66er. En waarom, meneer de president? Waarom is de Amsterdamse oud-commissaris van politie, de heer Van Riesen, niet vervolgd toen hij over mij zei, en ik citeer, in wezen zou je de neiging hebben om te zeggen, we mollen hem. Hij moet gewoon vandaag weg en hij mag niet meer boven tafel komen. Einde citaat. Waar waren toen de volgedrukte aangifteformulieren? Wat een dubbelhartigheid allemaal. Wat een selectieve verontwaardiging. En wanneer er dan wel iemand voor de rechter komt, zoals die Marokkaanse rapper die zei, en ik citeer, die fucking Joden haat ik nog meer dan de nazi's, einde citaat, dan wordt hij vrijgesproken, want dan valt het ineens wel onder de vrijheid van meningsuiting. Deze dubbele moraal en hypocrisie bij zowel de politiek als het Openbaar Ministerie maken van dit proces een politiek proces. De leider van de grootste oppositiepartij, althans virtueel, die men in het parlement blijkbaar niet aan kan, moet worden kaltgesteld. En dat is kwalijk. En ik hoop dat u, meneer de president, leden van de rechtbank, ik hoop dat u zich niet door hen
zal laten misbruiken. Want de problemen waarover ik spreek, gaan niet weg door erover te zwijgen. Zwijgen is geen optie. Zwijgen is laf. Zwijgen is verraad. En als ik als politiek leider van mijn partij, op een verkiezingsavond van mijn partij, niet mag zeggen wat er 10 jaar in het verkiezingsprogramma van mijn partij staat, dan is dat de waanzin ten top en dan veroordeelt men mij maar. Maar mijn mening verandert daardoor niet. En tot zwijgen brengt men mij evenmin. Ik ben, ik zei het u al meer dan 11 jaar mijn vrijheid kwijt. En de enige vrijheid die ik nog heb, die vrijheid van meningsuiting, pakt niemand, maar dan ook helemaal niemand, mij af. Maar ik hoop natuurlijk dat u als rechtbank het politieke en maatschappelijke debat, het politieke en maatschappelijke debat laat zijn en van deze rechtszaal geen politiek forum maakt en mij vrijspreekt. Meneer de president, ik hoorde op 24 augustus vorig jaar in het televisieprogramma Kijken in de Ziel, dat was geloof ik van de VPRO, een van uw collega strafrechters, de heer Hermans, zeggen dat stemmen voor de PVV, en ik citeer letterlijk, een enorme contra-indicatie is voor het beroep van rechter, einde citaat. Neemt u mij niet kwalijk dat mij dit verontrust. Maar ik ben nog meer bezorgd geworden, omdat ik uitgerekend een van u drieën, mevrouw Van Rens, ook op 17 augustus vorig jaar bij datzelfde televisieprogramma van de VPRO Kijken in de Ziel zag. En mevrouw Van Rens leverde, en dat mag natuurlijk, maar ze leverde kritiek op politieke standpunten van mijn partij. Ze zei dat ze tegen minimumstraffen was en tegen het uit het land uitzetten van illegalen. Maar minister-president, ze zei nog meer. Mevrouw Van Rens bekritiseerde ook de nota bene rechterlijke beslissing tijdens mijn vorige proces om de wraking van de rechtbank toe te wijzen. Ze zei dat ze niet begreep dat die wraking door collega-rechters werd toegewezen omdat, en ik citeer, het strafrechtelijk geen juiste grond was om de wraking toe te wijzen. Meneer de president, leden van de rechtbank, er is in heel Nederland slechts 1 rechter geweest die openlijk kritiek heeft geleverd op deze rechterlijke beslissing ten gunste van mij. Slechts 1 rechter in heel Nederland. En uitgerekend tegenover die rechter sta ik hier vandaag. Mevrouw de rechter, ik hoop dat u mij begrijpt dat ik dit zeg en dat ik er weinig vertrouwen in heb op deze manier. En het zou u sieren indien u zich van deze zaak zou verschonen. En ik roep u daartoe dan ook met klem op. Meneer de president, leden van de rechtbank, ik rond af. Ik meende wat ik zei. Ik sprak namens miljoenen Nederlanders. Ik neem er niets van terug en ik heb ook geen spijt. Ik heb gezegd wat ik vind en ik zal dat blijven doen. Altijd. Maar ik haat niemand. En ik zaai geen haat. En ik verafschuw alles wat met discriminatie te maken heeft. Dat is de waarheid. En alleen in een dictatuur is het spreken van de waarheid een misdrijf. En alleen in een dictatuur wordt de mening van miljoenen mensen gecriminaliseerd. Ik sta hier voor 3 rechters. Maar over mij en mijn politieke uitspraak horen eigenlijk 17 miljoen Nederlanders te oordelen. En ik vraag je dus, laat de vrijheid van meningsuiting zegevieren. Laat Nederland een vrij land blijven. Spreek mij vrij. Dank u zeer. Dank u wel.